Het personeelsbestand van het ministerie van Defensie wordt kritisch doorgelicht. Minister Krishna Kumari Mathura geeft aan dat alle hiaten worden opgevangen. De bewindsvrouw zegt dat pas na 22 jaar inspraak en medezeggenschap binnen de defensieorganisatie is geregeld middels de installatie van het overlegorgaan 3 weken geleden. Mathura geeft aan dat dit orgaan nog geen kans heeft gehad om te functioneren. En als een orgaan nog geen kans heeft gehad om te functioneren, kunnen we eigenlijk geen oordeel vellen over de wijze waarop dit orgaan functioneert. Dus ik vind, als zeggen geen vertrouwen in het orgaan, prematuur. En ik denk dat ik zou kunnen vragen aan uw college om te zeggen, wacht op het functioneren van dit orgaan en beoordeel op basis van feiten en omstandigheden en niet emotioneel. De defensietopper zegt verder dat het defensieapparaat transparanter en efficiënter wordt gemaakt. Daarnaast is het integriteitsbeleid aangepakt. 108 personen zijn gerehabiliteerd en 149 personen oneervol ontslagen. In totaal zijn in de afgelopen 2 jaren 363 personen uitgestroomd uit het leger. En dit betreft pensioen, ontslag op eigen verzoek of ontslag wegens plichtsverzuim. Daartegenover zijn 6 mensen in dienst getreden. Niemand krijgt een stiefmoederlijke behandeling. Er is geen ruimte voor willekeur en meten met meerdere maten is voorgoed voorbij. De bewindsvrouw sprak vandaag bij de eerste ronde van de regering bij de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2022 in het parlement. Ze benadrukte dat militairen zullen krijgen waar zij recht op hebben.